wij hosten samen met RVO en de ambassade deze handelsmissie naar Bremen, Bremerhaven. En de waardering en de interesse van ons land met onze koning en koningin is denk ik het ultieme bewijs voor hun dat wij ze serieus nemen. We gaan als Nederlanders graag de hele wereld over om samenwerking op te zoeken. En eigenlijk zijn we onze buur een klein beetje vergeten. En een van de redenen om hier naartoe te komen naar Bremen is om te kijken of we meer gezamenlijk kunnen doen. Understatement om te zeggen dat we niet onderdoen voor Duitsland. Eigenlijk hebben we daar niches waar we gewoon excellent zijn. Dus zijn we interessant voor iedereen. Als Nederland zijn wij gewoon goed in water en energie. En dat mogen we ook uitdragen. En dat mogen we ook echt neerzetten. En ik denk dat door daar het Koninklijk Paar bij te betrekken, dat het eigenlijk alleen nog maar meer body geeft. Er is hier nog veel meer te doen voor ons soort bedrijven. En wij denken dat dat zal moeten gebeuren in een partnership met lokale clubs. En deze missie draagt natuurlijk bij aan van, ruimtevaart kan daar oplossingen bieden. Maar laten we dat vooral in een internationale context doen. De deur moet op een kier. En dan kunnen de kennisinstellingen en bedrijven in het kielzog volgen. En dat is waar deze handelsmissie aan gaat bijdragen. De missie op dit moment loopt echt op rolletjes. We worden overal met volle overtuiging en plezier ontvangen. Ik krijg heel veel positieve credits, dus de vibe is ontzettend goed hier in deze missie.